Eerder heb ik het al gehad over het aanpassen van je hooglichten en je schaduwpartijen door middel van het afbeeldingsaanpassen-filter. En kun je je dat niet meer herinneren, dan kun je bovenin even op het linkje klikken en kun je terugkijken. Maar dat maakte een scheiding tussen donker en licht en verder is niks. Er is nog een stap meer. Je kunt namelijk ook verschillende gradaties maken in je selectie van licht en ook in je selectie van donker. En dat doe je door middel van zogenoemde helderheidsmaskers, op zijn Engels luminosity masks. En dat ga ik je vandaag uitleggen. Is heel simpel. In principe werkt dat vanuit kanalen. En dat zit bij mij naast mijn lage paneel. Zit dat bij jou daar nou niet, dan kun je hierboven even bij venster op kanalen klikken en dan komt het ook tevoorschijn. Wat zie je hierin? Je ziet hier uh, bovenin het kanaal RGB en dat is een uh, verzameling van rood, groen en blauw. En die staan daaronder uitgesplitst. En als je bijvoorbeeld eens op één kanaal klikt, groen in dit geval, dan zijn dit alle groentinten uh, in de helderheden die erin zitten. En je ziet dat er eigenlijk uh, feller groen bovenin zit dan onderin. Maar als ik bijvoorbeeld op rood klik, dan zie je dat er ook felrood bovenin zit, maar eigenlijk niet zoveel rood onderin. En wel groen. Nou, dat allemaal bij elkaar opgeteld: dus heel veel rood, heel veel groen en heel veel blauw. Dat vormt gewoon uh, wit in dit geval. Maar wij gaan niks met kleuren doen, wij gaan selecties maken op basis van helderheden. Dus je ziet bijvoorbeeld in deze foto dat er een vrij lichte wolkenpartij boven de bergen hangen en dat het graslandschap voorin een beetje aan de donkere kant is. In feite is het helemaal niet ingewikkeld. Maar we gaan wel vanuit die kanalen werken. Aangezien het op zich redelijk arbeidsintensief is en ik dit niet voor iedere foto uh, wil herhalen, ga ik dit ook nog automatiseren in een handeling. En ik ga gewoon een nieuwe handeling aanmaken. Helderheid masker. En ik geef hem de functie toets F6. En eventueel ook nog. Uh, een oranje kleurtje en ik druk op opnemen. Wil je meer weten over handelingen? Dat kan. Daar is ook al een filmpje over gemaakt. Wederom het linkje bovenin. Goed, hier ga ik mee aan de slag. Wat ga ik om te beginnen doen? Ik ga om te beginnen is een gemiddelde selectie maken van het RGB kanaal. En dat gaat door middel van sneltoetsen. De control en ALT. En ik klik gewoon op RGB. En als je dat doet, dan zie je dat er een selectie gemaakt wordt. Nou, op zich is dit helemaal niet ingewikkeld. Het uh, kind kan er was doen, maar om dit nou iedere keer te doen, ja, daarom maken we er dus een handeling van. En je ziet deze selectie, dat, uh, daar kan ik dadelijk al iets mee. Maar deze selectie moet ik nog wel even apart opslaan. En dat kan ook makkelijk in mijn kanaal. Hieronder bij het vierkantje met het zwarte bolletje. En als je er dan op drukt, dan krijg je er een kanaal bij. Alpha 1 heet dat in dit geval. Klik ik daarop en je ziet dat het zwart-wit is. En dat is mooi, want met zwart-wit kunnen we later in een masker bij een filter een selectie maken. Alleen ik wil verschillende kanalen in verschillende helderheden. Laat ik deze gewoon eens licht noemen. En vervolgens ga ik hier nog een stukje selectie aftrekken. Ik druk de Ctrl, de Alt en de Shift in en ik druk gewoon op het kanaal licht. En je ziet, ik krijg een andere selectie. Er is een extra gradatie licht afgehaald. En wederom klik ik op het vierkantje en krijg ik een nieuw kanaal erbij. En je ziet, er is meer donker en er is meer extreem licht. En daarom noem ik dit ook lichter. En deze stap ga ik nog een keer herhalen. Ctrl, Shift en Alt en op het masker klikken. En je ziet dat ik maar een hele kleine selectie krijg dan. Wederom klik ik op het vierkantje en dit noem ik lichtste. En je ziet, iedere keer wordt mijn, mijn voorgrond, de bomen, worden een stukje donkerder. Maar in mijn lucht wordt er eigenlijk een klein beetje lichter uh, in de extreme gedrukt. En dat is waar we dadelijk naar op zoek zijn. Vervolgens kun je deze selectie opheffen met de sneltoets Ctrl-D. En je kunt terug naar RGB gaan. en je krijgt gewoon weer de afbeelding. Je ziet dan nou onderin dat ik drie kanalen heb, die heb ik licht, lichter en lichtste genoemd en daar kan ik dadelijk met een masker al mee gaan werken. Ik moet dit echter ook nog een keer doen voor de donkere partijen. Dus wederom begin ik vooraan met Ctrl en Alt ingedrukt te houden en op het masker te klikken. Nu heb ik dezelfde selectie als daar straks in de allereerste stap en het is dus belangrijk dat we deze selectie omkeren. Dat doe je met Ctrl, Shift en I en je ziet dat het onderste gedeelte geselecteerd is. Vervolgens klik ik weer op het vierkantje om een nieuw alpha kanaal aan te maken. En deze noem ik heel simpel donker. Je ziet dat uh, bovenin de lucht waar het licht is, dat het daar wat donkerder is. En dat de bossen in de voorgrond dat die lekker wit zijn. Nou dat is voor je selectie dadelijk belangrijk dat we de bossen geselecteerd hebben. Vervolgens ctrl shift alt op het masker klikken. En als ik nou naar het vierkantje ga dan zie ik dat ik wederom een nieuw masker krijg en die noem ik donkerder. En vervolgens voor de laatste keer Ctrl Shift Al op het masker klikken. En dit noem ik donkerste. Kan ik mijn selectie weer opheffen en ga ik weer terug naar RGB. En nu kan ik in feite de handeling stoppen, want ik ben klaar. Ik heb zes kanalen erbij gekregen. Uh, licht tot en met lichtste en donker tot en met donkerste. En daar kan ik dadelijk mee gaan selecteren. En om te laten zien waarom het makkelijk is om het in een handeling te stoppen, ga ik gewoon naar een andere foto. En als ik bijvoorbeeld op mijn lage palet sta. En ik ga naar mijn, mijn action, mijn handeling. En ik dubbelklik nou op helderheidsmasker. Dan zie je dat er eigenlijk weinig gebeurd is. Maar wat is er in de achtergrond gebeurd? Al die handelingen die ik daar straks gedaan heb, die zijn inmiddels ook uitgevoerd. Dus bij kanalen staan inderdaad al die extra lagen weer met maskers waar ik zo graag gebruik van kan maken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil. Uh, in het riviertje het een en het ander doen. Ik wil in de lucht het een en het ander doen. En ik wil bijvoorbeeld ook nog een beetje in het tussengebied van de bomen doen. En dat is op zich niet moeilijk. Wat ik ga doen, ik ga met curve en niveaus ga ik spelen. En ik ga aanpassingen maken. En ik ga vervolgens het masker van de aanpassingslaag toepassen door middel van het kanaal. Laten we eerst eens even kijken. Ik heb bijvoorbeeld in de partij lichtste, heb ik het randje van de wolken zitten. En stel dat ik dat een klein beetje wil accentueren. Als ik nou de control ingedrukt hou en ik druk op het Masker, dan gaat dat als een selectie geladen worden. Ga ik nu terug naar lagen en klik ik bijvoorbeeld op niveaus. Dan krijg ik een hele mooie rode foto. En dat is misschien een probleem waar je vaker tegenaan gaat lopen. En dat is op zich helemaal niet erg. Ga ik terug naar kanalen. Dan zie ik namelijk dat mijn, mijn RGB, rood en groen en blauw kanaal zijn geselecteerd. Daar staat een klein oogje voor. Maar ook mijn kanaal lichtste is nog geselecteerd. En als ik dat uitzet, heb ik gewoon hop, de kleurenfoto. Ga ik terug naar lagen. Nu heb ik een niveaufilter geselecteerd met een laagmasker van het lichtste niveau. Hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op het laagmasker, dan zie ik dat kanaal dus. Dit is niet het kanaal, dit is een masker op je laagmasker. Dus ga je hier verandering in maken, dat heeft geen effect op je kanaal lichtste wat hieronder staat. Dit is een los masker. Maar stel dat ik bijvoorbeeld zeg van, nou, ik wil uh, dit een klein beetje extremer maken. Kijk, je ziet misschien het verschil al. Ik vind het. Iets te. Zo is het beter. En ik wil bijvoorbeeld ook nog een curve maken. En die wil ik uh, gewoon op de partij lichter hebben. Wederom Ctrl ingedrukt houden om de selectie te laden. En als je het masker al hebt aangemaakt, dan kun je er gewoon op gaan staan. Dan druk je op Ctrl-I en dan zie je dat er een masker bij komt. Alleen dit is verre van het masker wat wij daar straks hadden. Nee, dit masker is precies het, uh, de inversie daarvan. Want het masker lichter, dat ziet er dus zo uit. En het masker wat we tot op heden hebben, dat is dit masker. Nou, dat kun je ook heel makkelijk gewoon weer met Ctrl-I omkeren. En nu heb ik wel hetzelfde. Als ik het nu aan ga passen, dan zie je dat mijn lucht al een heel stuk mooier wordt. Dit is bijvoorbeeld het origineel. En dit is met mijn bewerkingen. Ik vind mijn lucht op zich zo goed. Ik selecteer de twee lagen bij elkaar door de Ctrl ingedrukt te houden. En ik maak er een groep van. Deze noem ik lucht. Zet ik hem nu uit, dan zie je ook dat het effect heeft gehad in mijn rivier. En dat is eigenlijk een beetje zonde, want de spetterende highlights die in de lucht te veel waren, heb ik een klein beetje naar beneden gedrukt. En daardoor zijn ze ook in mijn rivier verdwenen. Maar omdat dit in een groep zit, kan ik hier heel simpel een nieuw masker bij maken. En met een redelijk grote kwast ga ik gewoon even over de rivier heen. En is het terugdrukken van die highlights in mijn uh, foto. Is in de rivier niet van toepassing. Maar ik wil in mijn rivier natuurlijk wel een klein beetje erbij hebben. Dus ik ga naar het kanaal Lichtste. Ik hou de ctrl ingedrukt. Ik ga terug naar Lagen. Ik druk op Curve. En ik ga nou bijvoorbeeld de curve omhoog trekken. Zet ik hem uit. Zet ik hem aan. En dit moet alleen invloed krijgen op mijn rivier. Dus wederom, ik maak hier een groep van rivier. En ik zet er een masker achter. Hou ik de alt ingedrukt en druk je op de maskerknop, dan krijg je een zwart masker. En dan ga ik bijvoorbeeld met wit in de rivier tekenen. Waardoor net even die kleine highlights erbij komen. Op zich hebben we al een aardige stap gemaakt. En zo kun je dat ook doen met bijvoorbeeld donker. Als ik bijvoorbeeld naar donkerste ga. En ik maak wederom een curve aan. Die hou ik wel even uit de groep Rivier. En je kunt in dit masker natuurlijk ook nog gewoon allerlei extra aanpassingen maken. Als je bijvoorbeeld het masker selecteert en je drukt daarna op Ctrl L om levels te openen, dan kun je bijvoorbeeld de helderheid van het masker nog een keer extra aanpassen naar je eigen smaak. En ook kun je de doezelaar een klein beetje omhoog zetten zodat het masker wat zachterder wordt. En je ziet dat daardoor de gradatie een stuk minder wordt. Nou, vanaf mijn origineel ben ik al een, een redelijk eind. En zo kun je verder gaan met hoeveel je het wil. Ik heb uh, van iedere lichte partij en van iedere donkere partij drie maskers gemaakt. Je kunt er ook uh, vier per stuk maken. Je kunt er ook twintig per stuk maken. En zo kun je eigenlijk gewoon doorgaan met zoveel je wil. En steeds wordt die controle een stukje preciezer. Wat ik eigenlijk merk is in de kanalen dat ik uh, licht en donker niet zo gek veel gebruik. Omdat er ook heel veel invloed is op andere partijen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lucht, de lichtste partij in dit en de rivier, dan is daar een redelijke invloed op. Maar je ziet dat de bebossing ook gewoon redelijk grijs is. Dus wat ga ik nou iets doen in dit kanaal? Dan heeft dat ook gewoon invloed daarop. Dus meestal hou ik het gewoon op lichter en lichtste en op donkerder en donkerste. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Dit stukje gaat misschien wel wat verder dan dat je gewend bent, maar als je hier een klein beetje handigheid in krijgt, dan merk je dat je daar toch wel gewoon heel makkelijk heel veel mee kunt doen. En zeker als je het opslaat in een handeling, dan is gewoon het instellen van al die losse kanalen is eigenlijk peanuts. Vind je het filmpje leuk? Geef even een duimpje of neem een abonnement en je ziet me de volgende keer weer. Doei doei.